gisteren kwam inderdaad het bericht dat ik op de sanctielijst sta. Ook nog met een aantal collega's hier uit het Europese parlement en nog een heleboel andere mensen. Nou, daar doe je nu verder niks meer aan. Het betekent dat ik Iran niet meer in mag, dat ik niet meer bij mijn eventuele tegoeden kan in Iran. Het effect wat het Iraanse regime hiermee beoogt is natuurlijk precies tegenovergesteld van wat ze bereiken. Mm-hmm. Want ik kan nu alleen nog maar vaker mijn verhaal vertellen, ook op allerlei radio- en televisiezenders. En dat zal ik ook blijven doen, want deze strijd, de strijd van de dappere Iraniërs, die gaat natuurlijk door. Ja. En die moeten wij blijven ondersteunen. Ja, en dat blijf je ook, maar laten we ook even een stapje terugzetten. Ja. Je bent niet voor niets op die lijst gekomen. Je bent er al best lang mee bezig. Ja, eigenlijk vrij snel na het begin eigenlijk van de protesten heb ik ook met een aantal Iraanse Nederlanders afgesproken. Heb ik ook vrij lang ook gesproken over wat zij eigenlijk al jaren meemaken. Ook aan repressie in Nederland, in Europese landen. Dat zijn Europese staatsburgers die door het Iraanse regime worden gevolgd, worden geïntimideerd bij ons gewoon in onze Europese Unie. En ik heb met hun heel uitgebreid gesproken, ook hun verschillende individuele verhalen. Mm-hmm. En dat heeft mij geïnspireerd, plus het feit dat ik op enig moment ook een gevangene heb geadopteerd, hè, via een political sponsorship, zoals dat heette. Ja. Ja. Dat was een arts die gewonde demonstranten heeft geholpen en om die reden gevangen is genomen op 5 december. Gelukkig is hij vorige week vrijgelaten na bijna 50 dagen gevangenschap en marteling en afgedwongen bekentenissen. Maar goed, hij is vrij. Maar ook dat verhaal illustreert heel erg de ongelofelijke druk waaronder hij en zijn familie nu staan. Want ik communiceer natuurlijk via beveiligde routes met hem. Ik heb een berichtje van hem gehad, maar dat wordt meteen weer gewist. Dus dat is de situatie waar we mee te maken hebben. Dit is heel serieus en daarom moeten we nu achter de Iraniërs zowel in Iran als bij ons blijven staan. Tegelijkertijd, het is ook een breder vraagstuk dan alleen de arts of een protest. Het Europees Parlement bemoeit zich er ook in brede zin mee. Ja. Zou je wat kunnen vertellen over hoe je nou op Europees niveau hier wat aan kan doen? Nou, wij hebben vorige week in Straatsburg natuurlijk gezegd die Iraanse Revolutionaire Garde moet nu op de lijst van terroristische organisaties, omdat we het moeten benoemen voor wat het is. Mm-hmm. Ze gebruiken namelijk terreur tegen de eigen bevolking, maar ook ver buiten Iran worden terreurorganisaties door het regime in Iran in stand gehouden en in de lucht gehouden. Bovendien is Iran een belangrijke speler in de oorlog in Oekraïne vanwege de leveranties aan het Russische regime van bijvoorbeeld de drones waarmee de Oekraïners bestookt worden. Ook dat is voor mij een motivatie om dit nu te doen. Maar de belangrijkste reden is dat we nu een kans hebben om de Iraniërs die maar blijven protesteren, die maar de straat op blijven gaan, ook opnieuw weer te steunen. Dat betekent dus die revolutionaire garde op de terreurlijst, maar dat betekent ook alle andere dingen die we al kunnen doen, die we nu kunnen doen, ook blijven doen. Zorgen dat communicatielijnen open blijven, dat we de verhalen blijven delen van al die mensen die familie hebben die in de gevangenis zitten, die bedreigd worden. Dat we ook zorgen dat de op dit moment al geldende sancties goed worden nageleefd. Ja. Want dat is natuurlijk steeds de discussie die we ook hebben met de ministers van de Europese lidstaten. Gelukkig is de Nederlandse minister Hoekstra, die zit op onze lijn, hè, en die zet zich daar ook voor in. Maar we hebben nog een flinke strijd te voeren voordat het zover is. En in die tussentijd moeten we dus zorgen dat het doel wat we uiteindelijk hebben, namelijk isolatie van die revolutionaire garde, dat dat linksom of rechtsom bereikt wordt. En daar blijf ik mij voor inzetten. Ja, misschien wel linksom en rechtsom, want als wij met Hoekstra eens zijn. Het maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit hoe, maar het doel is dat die revolutionaire garde geïsoleerd wordt, omdat zolang zij in staat blijven om hun middelen, de middelen ook van Khamenei, van de hoogste rangen in het Iraanse regime, mm-hmm. die staan gewoon geparkeerd bij Europese instellingen. Daar kan gewoon nog vrijelijk worden bewogen door familieleden van hooggeplaatste regimeleden en hun handlangers. Dat moet stoppen. Ja, dus ook die terreurlijst. Misschien is het wel goed, want je gaf net aan, ze blijven de straat op gaan. Ja. Tegelijkertijd in internationale media en ook al nationale media zien we de zorg ontstaan dat het momentum een beetje verliest. En wordt wel gespeculeerd op het Iran na de gepoogde val van het regime. Ja. Hoe kunnen we het momentum wel vasthouden? Maar je zei ze blijven gaan, dus of misschien heb ik het mis. Misschien gaat het wel door. Ik denk dat er een verschil is, ook weer met 2019. Het duurt nu al veel langer, want veel mensen hadden al voorspeld, na 2-3 maanden zal het wel weer ophouden. Ik denk ook dat het helpt dat het regime voelt, want ze zijn in paniek, hè, dat ze voelen dat we meekijken, dat ze voelen dat we er bovenop zitten. Ja. En dat de situatie ook verandert. Hè? Want aan de andere kant zijn er namelijk ook geruchten dat men inderdaad al bezig is met het nadenken ook over de eigen veiligheid. Dat doe je
niet als je je zeker voelt. Hè. Dus voor mij is ook het plaatsen op de sanctielijst van parlementariërs, waaronder ik zelf, ook een signaal dat men dat het uitmaakt wat wij hier doen. Dus ja. Daarom blijven we dat doen. Daarom blijf ik ook mensen oproepen om, laten we zeggen, de naïviteit die we misschien nog hadden, hè, en waar we ook een beetje van genezen zijn, ook door de oorlog in Oekraïne, hè, met dit soort superautocraten moeten we een andere tactiek bewandelen. Het spel, we moeten duidelijk maken dat het hun spel over is. Dat wij grootschalige mensenrechten schendingen of oorlogen, zoals de agressieoorlog tegen Oekraïne, niet accepteren. Ja.